vandaag gaat even een dag worden dat we even heel erg aan de verbouwing en de rommel gaan werken. Oh, lichamelijk helemaal op. En toen dacht ik me, gisteren... Het is zondag. Ik ben net gedoucht en aangekleed. Vandaag gaat even een dag worden dat we even heel erg aan de verbouwing en de rommel gaan werken. We hebben het er net wel over gehad. Ik laat de camera dadelijk wel even zoveel mogelijk liggen. Want ja, dat kost gewoon toch best wel tijd. En we willen vandaag gewoon even echt stappen maken. Dus ja, ik kijk daarna even wat ik nog vlog. Dus het kan een hele korte vlog worden. Misschien dat we dadelijk nog wel even wat leuks hebben tussendoor. Maar daar ga ik me gewoon even op focussen vandaag. Ik heb dit vandaag aangetrokken. Dit is van Ishii shirtje en broek. Dit zit namelijk echt zo lekker alsof ik in een trainingspak loop. Dus ja, dan kan ik gewoon heel makkelijk allemaal dingetjes doen. En nu ga ik snel aan de slag zodat ik zoveel mogelijk gedaan krijg vandaag. Oh, lichamelijk helemaal op. Maar het begint er weer een beetje op te lijken. En nu gaan we lekker stampot eten. Ja, met stampot en blijven. Met spekjes. Ik ben trouwens thee aan het zetten. En toen dacht ik me, gisteren had ik een broodje geholpen. En toen was ze met Sarah nog even op bed. En toen hebben ze deze voor me gekocht. Want Sarah zei, dat vindt mama zo lekker. En deze vind ik ook wel lekker. Ik zou zelf wel andere hebben gekocht. Maar deze vind ik ook echt heel lekker. Maar deze hadden we vorige keer gehaald om mee te nemen naar mijn moeder. Dus ik ga nu thee met speculaas doen. Oh, echt een nadeel. Het half pak is leeg. Niet alleen ik trouwens, oh, je ziet het niet eens. Marco ook. Het is niet goed voor de kilo's die er aan zitten. Maar anderzijds heb ik vandaag wel echt mega veel gedaan. Dus die heb ik er wel afgewerkt voor vandaag. Maar dat moet niet elke dag mijn excuus zijn. Want dan komt het nooit meer goed. Kijk, dit is echt mijn haar als ik het nat in de staart heb gedaan. Of in de knot. Dus het echt ontploft gewoon. Het is echt... Het heeft wel volume. Dat dan weer wel. Maar het is maar goed dat het donker is. Dan zie je niet hoe slecht het zit nu. Oké, vandaag is best wel een rare dag geweest. Een rare vlog. Maar goed, ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus ik wil je alsnog bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.